En het is ook heel leuk dat als je hier doorheen loopt als huidige burgemeester, dat je je voorgangers ziet. Op hun schouders sta je en in hun geschiedenis mag je een stukje bijdragen aan de ontwikkeling van de stad Vlaardingen. En Heusden zelf is ook een van de mensen die hier geportretteerd is op deze wand. Hier zie je hem. Jan Heusdens, meer dan 28 jaar lang was hij burgemeester van Vlaardingen. In de vorige aflevering kwam je erachter wat hij allemaal klaarspeelde in de stad. Zo werkte hij met geheime potjes geld, bouwde hij de Benelux-tunnel en wist hij van Vlaardingen een industriële stad te maken. Maar wat is zijn nalatenschap? Wat blijft er plakken? Dat bespreek ik met burgemeesters die na hem kwamen. Ja, dat was een fantastische tijd. Jan Heusdens was een burgemeester die gewoon kon zorgen voor een verdubbeling van de Benelux-tunnel. Ja. Die regelde dat gewoon. En had gewoon rechtstreekse contacten met het Koninklijk Huis. Dat was een uitzonderlijke positie. Als ik aan Jan Heusdens denk, dan denk ik aan een enorme impuls in de werkgelegenheid in deze stad. En wat hij ook zag, was dat er behoefte was aan uitbreiding van industriële ruimte. En dat Vlaardingen met de waterkant en werkkrachten daar een hele goede aanbieding in kon doen. Dus dat is verzilverd. Er zijn veel bedrijven naar Vlaardingen gekomen. De Romy-fabrieken, Shell, Vopak, Unilever. En dat was de dynamiek van die tijd. Vlaardingen groeide heel hard. Vlaardingen had daar inkomsten van. Vlaardingen kon daardoor goede voorzieningen maken. Dus ja, hij was echt een man van het laten opbloeien van Vlaardingen na de Tweede Wereldoorlog. Heusdens werkte vanaf het begin van zijn termijn al hard om bedrijven naar Vlaardingen te halen. Zo probeerde hij in 1947 het Duitse Volkswagen zich in de stad te laten vestigen. Pas 2 jaar nadat Nederland bevrijd was. Hij vloog ook in 2 weken tijd naar New York, Pittsburgh, Harrisburg en nog eens 5 andere steden in de Verenigde Staten om zich een bedrijf hier te laten vestigen. Bij 1 bedrijf lukte dat hem en dat was het Amerikaanse bedrijf Cincinnati. Het bedrijf was al gaan kijken in Rotterdam en Amsterdam voor bedrijfsruimte, maar vond het niet goed genoeg en vloog door naar Italië. Daar was Heusdens het niet mee eens en hij vloog dus mee naar Italië en haalde daar het bedrijf terug, hier naar Vlaardingen. En het resultaat? Dit pand en de megagrote bedrijfshallen die erachter liggen. Nou, dat was de eerste dag al, hoorde ik van Jan Heusdens. Dat is echt niet normaal. En ik heb natuurlijk ook veel contacten met Bert Stam gehad, hè, mijn voorganger. En die heeft daar ook over verteld en andere mensen in de stad hebben erover verteld. Maar het was gewoon een, ja, nog steeds denk ik een begrip. En ja, dat verdient hij denk ik ook. Zeker als je je voorbereidt op zo'n baan, ga je in de geschiedenis stappen van de stad. En dan ontkom je niet aan de man die eigenlijk in de wederopbouwtijd de stad heel lang en ook heel stevig gediend heeft. Wat echter niet is achtergebleven is de kledingstijl van Heusdens. Toch is er ook nog iemand die dat nalatenschap meeneemt. In jaket zat hij vaak met een hoge hoed op. Daar hadden de mensen het altijd over. En bij mijn afscheid heb ik ook een jaket aangeschaft en een hoge hoed. Omdat ik altijd maar hoorde, zo jammer. Hè? Die Heusdens die had tenminste stijl. Ik zei, dacht bij mezelf, nou zo ga ik het ook doen. Jan Heusdens stond erom bekend zelf veel beleid te maken zonder de gemeenteraad erbij te betrekken. Maar kan dat nog in deze tijd? En is dit iets wat Vlaardingen misschien soms ook nodig heeft? Dat betekent dat hij de stad echt verder wilde brengen. En daarbij eigenlijk alles deed wat maar nodig was. Maar daarbij niet deed wat nu veel meer ook het geval is. Dat is dat ambtenaren, maar ook gemeenteraad, wethouders heel actief ook betrokken zijn en daar onderdeel van uitmaken. Dus nu zou dat echt zo niet meer kunnen. Maar het is wel heel mooi om naar terug te kijken. En wat mij inspireert is wel dat punt van dat je als burgemeester iedere dag je best wil doen om die stad vooruit te helpen. Dat is wat ik van hem overhoud. Hij stond boven de partijen. Dat heb ik ook wel geleerd dat je dat als burgemeester moet zijn. Ik heb ook wel kleine dingetjes nog van hem geleerd. Aantekeningen op een brief maken als je iets wil. Gewoon het op de brief schrijven en niet met een apart papiertje. Dat was ook een discussiepunt, maar als je het op de brief schreef, dan was het ook duidelijk dat het was aangekomen. En anders kon iemand zo'n papiertje
wat je er los bij had gehaald, kon hij ook weer wegdoen. Stijl en status, ook iets wat Heusens heel belangrijk vond. En wat op deze manier zijn nalatenschap heeft op de stad. En natuurlijk het stadhuis. Ik bedoel, als je binnenkomt, de marmeren toestanden, de geweldige schilderijen. Hij heeft daar iets gemaakt wat ver boven Vlaardingen uitkwam. Ja, het past er nu bij, want iedereen vindt het nu... Het is Vlaardingen, maar toen was het wel heel veel en heel mooi voor Vlaardingen. Heel bijzonder. Maar ja, hij vond dat je dat moest doen en dat wij een beetje met allure ons moesten vertonen. Burgemeester Jan Heusens, de man die Vlaardingen 28 jaar lang met ijzeren hand regeerde en daarmee de stad maakte zoals wij hem allemaal vandaag kennen. Eén ding is zeker, zijn stempel blijft op Vlaardingen gedrukt staan. Zeker hier op de burgemeester Heusenslaan.